Wat heeft hij wat wij niet hebben? Goed zo, Noordholt. Breng hem maar als je bent thuis. Oh. We kunnen ook altijd nog eens vrij in het paardje poseren. Nee, dankjewel. Heel slecht voor je huid, junkfood. Slecht. Mm. Ik krijg tenminste thuis nog vitamines. Ja, die enkele keer dat ik thuis ben, ja. Dames. Gaan we wat halen. Whisky, ijs, neem zelf ook wat. Oké. Die is niet echt. Niet echt. Het is vals. Hè? Het is vals. Suzanne is naar zo'n houseparty in Noord. Voor het eerst. Ja. Ja. Ze houdt niet eens van huis. Nee, ze houdt natuurlijk van partyen. En van jongens. Wat gaat genomen? Ik wel hoor op die leeftijd. Wat doe je eigenlijk in godsnaam avond en avond? Twee dochter van de eer beroofd wordt, bedoel je? Heel geruststellend, dankjewel. Zeg. Zo'n meisje loopt niet in 7 sloten tegelijk. Ja, kom. Hey, we doen het spel terug. Ik heb het er niet helemaal op geld gegeven. Dat is vals. Hey, shit, man, dat kan toch gebeuren? Het zit gewoon vals tussen. Hey. Ja. Vals. Ja? Ik laat er niemand neuken, man. Vanavond 2 doden gevallen bij een schietpartij in een discotheek. Volgens de politie gaat het om een afrekening in het criminele milieu.
Slachtoffers zijn een man van 26 en een meisje van 17, die vermoedelijk niets met de zaak te maken heeft. Het is al de tweede keer deze maand dat er in een uitgaanscentrum doden vallen. De moslimorganisatie Abu Sayyaf heeft op het eiland Jolo in het zuiden... Ze zit niet in Utrecht. Wacht maar tot jij kinderen hebt. Voor hen zou een losgeld betaald zijn... Lang wachten. Suzanne, De rebellen houden nog 31 waar ben je nu? Van verschillende nationaliteiten vast. Je zou om 10:30 thuis zijn. In de strijd om het Amerikaanse presidentschap heeft ook Gore de steun... Ik kom je nu halen. Nee, het is een burgerauto. Robert De Niro en Harrison Ford hebben het maximaal toegestaan... Je hebt niks te kiezen. Jij hebt de bus gemist, hoor. Suzanne! Het weer. Hier en daar een bui. Ik miste ook altijd de bus. Dit was het nieuws. Nee, met jou is het toch nog goed gekomen, bedoel je? Goedenacht, vrienden. Is het tijd om te gaan? Waarom neemt hij nou niet op? Dan heb je een duurbetaalde oppas. Waar zit die gozer? Ik blijf hier niet nog een week voor Jan Lulposten. Paul de Vos dit soort dingen? Ja, Paul de Vos heeft haast. Wel, dan moet u blijven posten. Ja. Wat doe je nou? Stuur een surveillancewagen. Mam, het hond komt langs en belt de politie. Doet rechercheur van Velsen dat soort dingen? Je hebt toch haast? Moet het? Waar blijven die klooien? Zo snel naar huis.
Want ik kom hier gewoon aan. Oh, dat hadden we niet zo moeder. Die huid was kapot. Oh ja, nog 2 kilo. Ik probeer net uit te leggen dat er een vergissing is. Ik had hier afgesproken met een makelaar. Midden in de nacht. Ja, ik had het toch niet tegen jou wel? Ze heeft het zo druk namelijk, die makelaar. Oké, ik zal het eerlijk opbiechten. Als ze hier komt, dan hang ik erop. In een tuigje. Steek mijn arm in de reet. Of dan een elleboog. Dat vindt ze lekker namelijk, die makelaar. Ik zou ook even binnenkijken. Hoezo? Behalve dat tuigje is er ook een laboratorium. En niet voor de aspirintjes. Bedankt. Ik bel wel even voor de afdichting van het ruitje. Ga jij maar naar huis. De technische recherche? Morgen. Loop niet weg. Ze is nog niet thuis. Wat doe je buiten? Gewoon even luchtje scheppen. Hey, ik heb Jan trouwens om 8 uur naar bed gebracht. En hem is net nog even uitgehaald om te plassen. En Suzanne, die heeft de bus gemist. Maar ze zou u nog bellen. Het is over 12. Het is 24? Het is 30. Het is nachttarief. Alsjeblieft. Ik ruim het wel op. Ja. Bedankt. Hé, hey, bedankt. Slaap lekker. Hoi. Suzanne? Doe even open. Ik heb al lang met me gaan vertellen. Het is verdorie na 12. Weet ik? Je bent te laat. Het is niet de afspraak. Met wie was je? Ik was ongerust. Suzanne! Er morgen over, ja? Kom. Christian heeft dit gisteravond laten liggen. Oh, hij is al naar school. En dit is je ook vergeten. Juri? Ik wil niet dat er bij mij wordt gebruikt, hoor. Nou, Paul, gebruikt. Een jointje. Ik moet niet nokken. Van je zoon? Ik geloof dat hij iets doet dat helemaal niet mag, Juri. Er staan zijn vingerafdrukken erop. Nou, kom maar hier met je handboeien dan. Hier, weet je wat dit is? Moet je daar geen werk van maken? Nou, al lopen jullie de hele dag rond met zulke ogen. Kan mij niet schelen, hoor. Precies. Ja, maar niet als er op mijn kinderen gepast wordt. Ik kom zijn spullen terugbrengen omdat hij ze vergeten is. Misschien omdat hij ietsje te veel gerookt heeft. Goedemorgen. Met als resultaat 6 messteken in het rechterbovenbeen en 1 in de zak. Pardon? Hak. Hak. Charles, probeer hem eigenlijk jullie proces van maandag te overtuigen. Toeschouwers eigenlijk. Ze stonden erbij en keken naar mij.
Inbraak aan de Callandsweg vannacht. Ontdekking van een ecstasyfabriek. De verdachte Smit wordt vrijgelaten omdat juridische basis ontbreekt. Ja hoor, ik vind alles best. Ik niet. Maar het was heterdaad. Ik loop zowat tegen die man op daar. Ik bedoel, zo heet tref je ze niet vaak. Zal ik je nog heter vertellen? Die man heeft die inbraak bekend. Die is gek. En laten jullie hem lopen? Ik verzin het ook niet zelf. Het OM wijst erop dat in het onderhavige geval aangifte afgewacht wordt. Vooralsnog ontbreekt deze. En ambtshalve vervolgen? Aangezien het niet in de lijn der verwachtingen ligt dat de eigenaar van het pand aangifte zal doen, wordt de zaak voorlopig geseponeerd. Nou ja, tuurlijk. Ja, dat is vanochtend natuurlijk allemaal al geregeld. De rechtsstaat ter braak, de rechtsstaat. En over die excessiefabriek wordt helemaal niet meer geluld. Ik snap het. Dan nog een mededeling van het HBO verlofdagen verplichte ADV. Smit heeft die inbraak niet gepleegd. Dat hebben wij gedaan. Wie? Ik. Jij hebt ingebroken? Ja, we zijn er naar binnen gegaan om te kijken. Toen ontdekten we dus dat lab. Maar ja, juridisch konden we daar niet zijn, dus we hebben een ruitje ingetikt. En toen hebben we de politie gebeld. Jullie hebben de politie gebeld? Jut en Jo hebben de politie gebeld. Maar ja, waar het om gaat is, waarom bekent die Smit een inbraak die hij helemaal niet gepleegd heeft? Om niet geassocieerd te worden met die ecstasy. Ik was alleen maar aan het inbreken, verder niks. En het OM trapt daarin. Het OM komt dus met een of ander lulverhaal. Jullie breken in. En ik moet het allemaal zien te verkopen. Hoe haal je het in je botte kop? Ja, kun je die vent nog horen of niet? Nee. De officier heeft hem al de vrije natuur ingestuurd. Van een scheur? Momentje. Mijn hok uit. Op donderen. Ja? Stuur ze maar naar boven. Klaar. Reinierse van het IRT. En je officiertje, Leonie. Die komen natuurlijk voor die Smit. Je belt al nooit terug, zak. Misschien krijg je te weinig kwartjes van zijn vrouw. Misschien krijg je wel alles te weinig van zijn vrouw. Neem het toch ook een echte kerel, hè, voor mij. Oh god, ben ik aan de beurt. Ik kom ook liefde tekort. En kom me nou niet aanzetten met nog meer van die juridische lulkoek. Want dat pik ik niet. Smit is een informant van ons, die laten jullie met rust. Oh, werkt dat zo? En ik met jullie rotsmoezen nabouwen over aangiftes die er niet zijn. Geen hond die iets slikt. Meneer van der Scheur, in die ecstasybende zit een heleboel werk. Smit is de laatste lijn die nog intact is, die willen we hem kwijt. Begrijpt u wat ik bedoel? Nou, dat hangt er vanaf wat u bedoelt. Ik bedoel dat ik u mensen niets wijzer wil maken. Geloven ze het prima, geloven ze het niet ook prima, als ik er maar geen last van heb. En daar gaat u voor zorgen. Ik geloof niet dat ik u helemaal goed... U heeft mij heel goed verstaan. Anders laat ik het wel op schrift stellen. Blijft u altijd zo important zacht? Ik wil niemand van u daar meer zien. Niemand. Ook bij Smit niet. Duidelijk. Ik run deze token op mijn manier. Als u mij niet tijdig van informatie voorziet, neem ik mijn eigen beslissing. U doet helemaal niets meer. Niets. Laat ik eens raden, jullie hebben een deal met Jan Smit en die deal is, laat ik het netjes zeggen, nog niet getoetst door de rechter. Ik zeg niks. Wat kwam Smit hier gisteravond? Het lab opstarten. Een zijntje. Misschien ligt er toch ergens een voorraadje. Ja. Het lag er gisteravond. Zeker weten.
te weten. 420. Allemaal hetzelfde nummer. Vals. Die disco nu terecht. Vals geldpillen en... Wacht even. Reconstructie. Smit komt aan, hoort de politie, keepert de hele boel hierin. Ja. En dan bedenkt hij dat hij die inbraak kan bekennen. Er zit vast geen printje op. Smit is zo link als een looie deur, hè? Die rat. Jij weet heel zeker dat er hier gisteren niks in zat? Absoluut. Maar ja, we konden niet weten, want we zijn hier nog nooit geweest. Technische recherche. De opdracht is ingetrokken. Jullie kunnen vertrekken. Dag. Technische recherche is hier op onderzoek. Jullie vallen onder Van der Scheur? Ja. Ik heb de leiding van dit onderzoek. Bel maar. Jullie kunnen gaan. God. Moet ik nou baas zeggen? Van Velzen Recherche, dit is mijn collega De Vos. En u bent? Reniersen, IRT. Kunt u lezen? Nee, nog niet, maar mijn collega wel. Ziet er wel officieel uit, zeg. Dat is een tasbak. Mag ik dit dwangbevel houden? Stuur u een afschrift. Weet Van der Scheur dat wij van het onderzoek worden afgehaald? U overschat het belang van de heer Van der Scheur. Ik wil het gewoon zwart op wit hebben, man. Er staat een enorm... U krijgt het zwart op wit en als u zo blijft traineren, dan krijgt u nog veel meer zwart op wit. Dus je doet helemaal geen technisch onderzoek? Wat is het nou? Van der Scheur. Van der Scheur? Ja, met mij. Ja, ik sta hier met een of ander... Hoe heet jij? Reiniers. Reiniers, ja, van het IRT, ja. Maar waarom? Vangen. Papieren. Er zijn geen papieren. Dat is toch een bewijsstuk? Nee. Nog niet. Oh nee, daar krijg ik glazen mee. Nou, dan zeg je toch gewoon dat ik de papieren kwijt ben. Kan toch. Je mag mij overal de schuld van geven. Ik hou mijn mond. Dat beloof ik. Hey Leonie, ik heb dat nummer van het valse geld nagetrokken. En wat ik me herinner is hetzelfde. Misschien hebben we er eentje moeten meenemen. Sorry? Nou, dat wapen, die pillen, dat geld. Het zit allemaal bij Reniers, maar die houdt de technische recherche erbij weg. Ja. Waar zit je eigenlijk? Heb jij informatie over dat wapen? Ja, alleen het kaliber, .22. Maar ja, al hebben we wat, we kunnen er niks mee. Hè? Nee. Hé, ik moet er vandoor. Dag. Nou, van ons mag die. Ik bedoel, ik blow al mijn hele leven lang. Moet ik het hem dan gaan verbieden? Het mag, dus jullie gaan je gang maar. Maar ik wil het niet. Zo hou je tenminste een beetje in de gaten. Als je het gaat verbieden, dan gaan ze het juist hartstikke doen. En dan krijg je gelieg. En daar hou ik al helemaal niet van. En jij drinkt toch ook wel eens wat? Hoe dan ook. Ik heb niks tegen Chris, hij is een hele aardige jongen, maar het is heel simpel. In mijn huis geen drugs. En dan mogen jullie vinden wat jullie willen. En jouw dochter, bloot die dan niet? Het was wel uit haar hoofd laten.
Ik begrijp jou niet. Suzanne mag wel naar zo'n houseparty van jou. Dat zie ik nou niet voor een meisje van... hoe oud is ze helemaal? 14? Jurrie, dat mocht Chris toch ook? Ja, één keertje dan. En toen was hij al bijna 16. En hoe beroerd was hij niet van al die pilletjes? Ja, oh. Heb ik liever dat hij bloot. Ja. Suzanne pakt geen pilletjes. Denk je? Jurrie. Nou, dat denk ik niet. Dat weet ik zeker. En jullie gaan je gang maar je weet hoe ik erover denk. Relax, man. Je zou het zelf ook eens moeten proberen. Ach, Paul, je hoeft het niet per se te roken, hoor. Jurrie maakt er hele lekkere koekjes van. Ik moet aan mijn lijn denken. Oh, ik zal ook allemaal wat tederheid gebruiken. Tederheid, zeg ik. Vind je me mooi? Jij bent nog steeds een prachtige vrouw. Nog steeds. Nog steeds. De man met de hond? Ja. Mevrouw van Velzen, wij zijn bij die loos geweest. Maar daar komt geen man met een hond. Wat wil jij nou horen? Dat ik gebeld heb? Niet geloven hoezeer ik die Reinierse zijn problemen gun. Maar het IAT werkt al 5 jaar aan die zaak. Weet je wat het kost? Geld. Dat is het probleem. Eet smakelijk. Was die truc van jou? Een inbraak bekennen zodat niemand denkt dat je daar kind aan huis bent. Laat het nou niet koud worden. Nou? Een truc alleen is niet genoeg. Je moet een deal hebben. Ja, dan heb je zo'n deal. Ik heb een prachtige juridische constructie ontworpen voor die Smit. Hm. Ja, die laten we straks een hele hoop hangen. En Smit komt ermee weg. Dat is een kleine vis. Die kan zwemmen waar hij wil, opvreten wie hij wil, want hij komt toch vrij. Nou, zo vaart zal het niet lopen. Nee? Nee, we hebben dat allemaal onder controle. Geweldig. Ondertussen weet hij ook het een en ander over jullie werkwijze, het Openbaar Ministerie, de IRT. Glad ijs. Nee. Of ja. Maar niet alleen voor ons, ook voor hem. Zo werkt dat. En als die Jan Smit nou iemand vermoordt? Denken jullie hem dan ook? Dat laat hij echt wel uit zijn hoofd. Die rechter moet die hele deal nog goedkeuren. Dat doet hij echt niet bij zo'n delict. Ja, behalve als Smit zegt, ik hang jullie op. Kan hij jullie chanteren? Jan Smit vermoordt niemand. Punt uit. Lekker. Ja, maar wel koud. Als die jongen dat spul nou wil roken. Alles beste, maar niet in mijn huis. Hij rookt buiten. Nou hoor. Wat mij betreft komt hij er niet mee. Je kan toch afspraken maken? Ja, ik heb het ook liever niet, maar het is wel handig hoor, zo'n oppas naast de deur. Dacht je van een oppas in huis? Ik laat Suzanne liever niet alleen met Jan. Jan en man. Schiet nou eens op. Ja, maar wel met een van de aap die jointjes rookt, die valt in slaap, de bank in de fik, het hele huis in de lichte laag. Wil jij dat? Jij moet daar eens mee ophouden, weet je. Waar moet ik mee ophouden? Ik hou dat zo langzamerhand niet meer vol, hoor. Die zwarte kijk van jou op de wereld. Iedereen is slecht, iedereen is pervers. Alleen maar op zijn eigen voordeel uit. Het is toch ook zo? En het komt niet bij je op dat dat misschien iets met je beroep te maken heeft? Ik heb gewoon het beste voor met mijn gezin. Oh ja, het beste voor met je gezin. Nou, dat is heel erg makkelijk hoor. Dat is gewoon wat vaker thuis zijn en een beetje meer belangstelling hebben. Niet mij voor alles alleen op laten draaien. Niet een buurjongen de deur wijzen omdat hij hasje rookt. En niet je kinderen de indruk geven dat iedere voorbijganger een potentiële aanrander is. Doe ik dat? Ja, dat doe jij ja. Ik kan trouwens zelf ook wel een beetje meer aandacht gebruiken. Jo, schiet nou een beetje op, joh. Goedemorgen. Kom je?
heb hem vergeleken met die kogels uit Utrecht, van het bloedbad. Ja? Jij hebt dat wapen uit die disco. Hoe kom jij daaraan? Jij hebt gelazen. Gelazen? Ik noem het bewijs. Zonder papieren. Nee, bedankt, hè. Waarvoor? Zullen wij een keer gaan eten? Eten? Nee, ik hou niet van eten. Seks had ik wel lekker gevonden, maar ja, dat vraag je dan weer niet, hè? Leonie, ik heb zitten denken, moeten we niet meer naar van de scheur? Ja, dan zie je aankomen. Ik heb gisteren al bijna een rol beroerte. Ja, maar als die bankbiljetten nou overeenkomen met die uit Utrecht. Ja, maar je hebt ze niet. En dan had je ze, dan zou je ze niet mogen hebben. Dat is waar. Want de OM heeft die zaak al lang doodverklaard. In Utrecht kan er ook niet meer aankomen, tenzij ze opeens geld op bewijs hebben. Paul, het is toch belachelijk wat het IRT allemaal kan en mag. Dat zouden ze nou eens moeten aanpakken. Paul. Zijn bij jou wel eens de zakken gerold? Hebben jou wel eens de zakken gerold? Nee? Nou, dat komt er goed uit. Het wijkteam zoekt vrijwillige slachtoffers. Dat is goed voor de inleving en je hebt nog eens een heterdaadje. Je kunt je tramkaartje halen bij Appie. Oké. Okay. Jort, bedankt. Graag gedaan. Jan Smit. We weten alles, maar we hebben niks op hem. En dus? Nou, we gaan hem volgen. Gewoon een beetje onder druk zetten. Of niet onopvallend, hij mag het gewoon weten wat mij betreft. Leuk. Posten. Uren die ik niet mag schrijven. Straf. Straf, Paul, omdat je hebt ingebroken. Lekker. Straf. Oh, maar ik heb wel wat voor je meegenomen. Je eigen voetbalkantine muziek. Ja? Zie jij wat ik zie? Achterlicht. Goedenavond. Rijden wij zoals de lift? Die heeft een niet werkend achterlicht. Oh ja? Ja, ik kan u zo echt niet laten doorrijden. Heeft u misschien een reservesetje bij u? Domme flikker met de auto! U bent aangehouden. Het gaat jullie je kop kosten. Ja.
wapens zijn. Hoe komt dat wapen in die kofferbak? Enig idee? Weet je wat ik denk? Reiniers heeft het wapen gewoon gevonden en teruggegeven aan die smid, die klootzak. Ja, zou kunnen. Nee, is zo. Hoi, Hassan. Dat IRT moet teruggefloten worden. Een moordwapen. Misschien weten ze niet van die moord. Ik vertrouw niemand meer van de club. Ik ga van de schuur bellen. En wij? Hoe weten wij dat? Luister, je kan er naar van de schuur, maar als er een onderzoek komt, ga ik eraan. Nou, dan gaan we er maar aan. Nee, niet wij, ik. Ik had het je eerder moeten vertellen, maar Jan Smit is de moordenaar uit Utrecht. Oud nieuws. Ja, behalve dat ik het bewijs heb. Ik heb die spullen meegenomen uit de loods en ik heb ze laten onderzoeken. Ballistiek. En ik heb het pistool in Smits auto gelegd. En dat laat je mij ontdekken? Het is de enige manier om Smit te pakken. Dat vind jij toch ook? Jij luistert mij er gewoon in? Als ik niet over Reiniers was... Oké, bel van de schuur maar. Goed, vertel hem maar precies over hoe en wat. Dat respecteer ik, hoor. Maar Smit komt vrij. Door jou. Ach, kom op, Nas. Het is moord. 17 was dat meisje. Ik heb hem bij zijn ballen en ik laat hem niet gaan. Je dwingt mij om mijn neen te plegen. Dat flik je me niet. Het is de enige manier, Paul. Jij laat mij niet vallen. Staat Suzanne? Die heeft gebeld. Ze is naar een schoolfeest. Met wie? Met het clubje uit de straat. Is het tegen één? Is het laat? Ze komt naar huis als het afgelopen is. Als het afgelopen is? Wat zijn dat nou voor afspraken? Denk jij dat ze wel eens een stikje rookt of pilletjes slikt? Maar Paul, ze wordt groot. Als wij het goed hebben gedaan, kunnen we er vertrouwen. Hoop ik. Ja, als het misgaat, dan hebben wij het zeker ook gedaan. Hey, gefeliciteerd! Oh, wat leuk die slingers. Hier, dat is voor jou. Waar kom jij vandaan? We hebben nagepraat in de snackbar. Zeker met... Zeker met die blower vast, hè, Paul? Waarom kom je nou niet gewoon direct naar huis? Het is 1 uur. Het is notabene je verjaardag. Kan ik morgen een bek af? Zeg, ben jij helemaal gek geworden? We zijn nu op het politiebureau. Oh, geef hier die tas. Wat is dit? Ik bewaar het voor iemand. Een kutsmoes. Paul, je weet het toch allemaal al? Ik geloof je gewoon niet. Het zit toch in je tas? Dan geloof je me niet. Ik ben jou gezeikt meer dan zat. Van wie is dit? Van mij. Nou je zin? Ik heb stikkies gerookt. Lekkere stikkies. Paul. Ga naar boven. Ga naar je kamer. Ik wil niet dat je haar slaat. Ze moet niet liegen! Ze liegt niet, man. Begrijp dat nou. Je luistert niet naar haar. Ze wil gewoon niemand verraden. Kijk, jij en ik weten allebei dat ik vanmiddag alweer aan de cappuccino zit. Nu waar. Dus waar je nou zo druk over maakt, snap ik nog steeds niet, hoor. Vervelend genoeg hebben wij nogal wat bewijzen tegen jou. Bewijzen? Kom dan toch. Die revolver, ik bedoel, dat is nog een stom van die collega van je, die, hoe heet die vent ook alweer? Gaat je niks aan. Die,
Gaat je niks aan om de dingen in mijn kofferbak te gooien? Ik trap toch geen hond in? Volgens mij geloof je het zelf niet eens. Gefeliciteerd. Het was het moordwapen van het meisje. Nou, dan heb je de zaak nu heel eind rond. Heeft ze al een bekentenis? Niemand zal jou beschermen als ze weten dat je een moord hebt gepleegd. Dat zeg ik 1. 2. Toch? Weet je, doe mij maar een advocaat. Die lult me hier echt in no time uit. Oh ja? Wat Reiniers of het OM jou beloofd hebben. Met moord kom je niet weg. Kijk, een inbraakje, oké. Verdovende middelen, prima. Lult niemand over. Maar moord? Op meisje van 17, een kind? De officier en Reinier, ze zullen jou mijden alsof je de pest hebt. Ze zullen alles ontkennen. Ieder contact, iedere ontmoeting. Ze weten niet eens wie je bent. Wijsum zeggen dat je alles op papier hebt staan. Compleet met handtekening. Heb je niet aan gedacht, hè? Ja! Voor mij. Als die Smit doorslaat, dan gaan de koppen rollen. Die van Reiniers als eerste. Dan zullen ze tot in Den Haag worden. Doen we. Bekentenis? Nee, maar hij gaat eraan. Dat zweer ik je. De rechtercommissaris gaat vragen naar het wapen. Ja? Zit je toch op een glijbaan? Als je niet aan de regels houdt. Kijk maar naar Reiniers. Moet ik toch liegen? Je hoeft niet te liegen. Jij hoeft alleen maar te vertellen wat je hebt gezien en wat je hebt gedaan. En dat is precies hetzelfde als wat ik vertel. Dat betekent dat u nu veronderstelt dat de rechercheur de Vos het wapen in de achterbak van uw cliënt heeft gedeponeerd. Ja, hij heeft het er gewoon ingegooid, ja. Eerst niet. Hebt u dat gedaan, meneer de Vos? Nee. Het is gegaan zoals mijn collega van Velsen verteld heeft. Smit heeft de achterbak open gedaan. Daar zag ik het wapen liggen. En vervolgens zijn wij tot de aanhouding overgegaan. En u heeft het er niet in gelegd? Nee. Dat wapen dat lag er al. Heeft u dan enig idee hoe het erin is gekomen? Ja. Meneer de Vos? Nee. Ja. Heeft u enig idee hoe het erin is gekomen? Nee. Meneer, ik word hier gewoon genaaid door de politie. Verstandig. Ik pak jullie wel terug, weet je. Gewoon. Als ik mijn bek open doe, dan zit er gewoon schijnheilig te liegen. Godverdomme, ik word gewoon gepiepeld. Zij hebben dat wapen erin gegooid. Ik niet. Wat is er nou van gekozen? Hé, godver. Neemt u hem niet kwalijk. U moet straks, over een paar weken, als u bij de rechter staat, ditzelfde verhaal houden. Onder ede. U doet dat? Kijk, ik sta niet graag in mijn hemd. Begrijpt u dat? Hebt u dat wapen in de auto gelegd? Nee. Beschermt u in deze uw collega? Reiniersen van het IRT? Nee. Oké.
En dan stel ik nu voor om de zitting te sluiten. Dank u wel. Ja, ik wilde nu nog iets zeggen. Ik heb begrip voor de problemen die jullie hebben bij het werk. Maar de wet is de wet, mevrouw Van Velsen. Dan een crimineel de wet aan zijn laars lapt, dat hoort bij zijn beroep, zullen we maar zeggen. Hè? Maar wij... Houdt u van westerns? Soms. Good guys and the bad guys. Zo is de wereld verdeeld, niet waar? Wij staan aan de goede kant. De gedachte dat ik zo'n immoreel stuk uitschot de maatschappij in had moeten sturen. Bedankt. Voelt niet goed. Liegen. Maar ja, het voelt ook niet slecht. Het is de waarheid. Je hebt de waarheid gelogen.